Hallo, mijn naam is Frida Vroegstraten de Schacht. Ik ben getrouwd met Christian Vroegstraten uit Oostende. Ik heb op de vierde plaats gestaan op de lijst van Vlaams Belang voor West-Vlaanderen. En ben verkozen op 26 mei als Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Eigenlijk de eerste plaats heb ik deelgenomen aan de verkiezing uit overtuiging, dat is voor mijn partij. Tweede plaats omdat ik in feite met mijn naambekendheid van mijn echtgenoot toch ook wel wilde zorgen dat we wat extra stemmen konden bekomen. Dat waren eigenlijk de twee grootste redenen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ik ben opgestaan die ochtend om 5 uur. Ik heb een licht ontbijt genomen. Ik heb een papiertje genomen. Ik ben kribbelen en krabbelen en opzetten, want ik had het lichte gevoel dat de dag erna zou zeer turbulent worden. En dat is het ook geweest. Dus vanaf 7:30 uur zijn de journalisten beginnen telefoneren, langskomen. Dus de hele dag tot 's avonds laat was het interviews. Dus wij hebben zelfs middags niet gegeten, ik en mijn man, omdat het zo druk was. Dus 's avonds laat was eigenlijk de storm pas gaan liggen. Dus de eerste dag wist ik al van, oké, dat wordt hier serieus. Bent u tevreden met het resultaat? Ik had het, je staat natuurlijk kandidaat, maar je hoopt het natuurlijk wel, maar aan de andere zijde verwacht je niet. Ik stond op de vierde plaats, normaal gezien geen verkiesbare plaats. Toch niet in de prognoses die we vroeger hadden. Dus hadden we misschien 1 zetel, maximaal 2 zetels kunnen behalen. Maar dat we er nu 4 behaald hebben, is natuurlijk een grote vooruitgang, waardoor je er wel bij zit dan. Hè. Dus dat was wel een grote verrassing. Ik ben zeer tevreden, ik was zeer verrast. Ook mijn persoonlijke score was ik zeer verrast. Ik heb er natuurlijk veel voor gewerkt. Via sociale media, zoals onze partij de tijd heeft gedaan. Dus dat hebben wij zeker gedaan. Ik ben zeer tevreden, ook voor onze partij zelf, omdat we nu kunnen de standpunt naar voren brengen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik ben van scholing gezins- en bejaardenhelpster geweest. Daarna heb ik dan de commerciële medewerker binnendienst gedaan. Dus in de lijn van eigenlijk mijn opleiding zou ik graag de commissie welzijn willen nemen. Toch zeker de gezondheidszorgluik die erin zit. En dat zou ik dan graag willen zorgen dat de rusthuisfactuur naar beneden gaat. Dat de wachtlijsten voor de handicappen kunnen aangepast worden. Maar wat ik ook zeer belangrijk vind, en dat heb ik nu zelf ervaren, is dat de wachtlijsten eigenlijk voor bij een huisarts of om voor een behandeling te kunnen gaan, dat die wachtlijsten toch serieus verkort worden. Dat het eigenlijk niet kan dat je bijvoorbeeld 2 maanden moet wachten op een behandeling. Dus dat zijn eigenlijk concrete punten die moeten aangepakt worden. Daarnaast zou ik ook wel voor meer in de commissie zitten van sociale huisvesting, gelijke kansen en armoede, omdat ik dat toch ook een belangrijk onderdeel vind. Omdat ik ook vind dat sociale huisvesting ook moet openstaan voor de eigen groep mensen. Die vaak in de kou blijven staan. Dus ik vind ook in dat punt dat je toch ook wel voor de Vlaamse bevolking mag opkomen en zeggen van kijk, die mensen mogen toch ook een bepaalde percentage hebben van die woningen die aan hun besteed worden en voor hen voorbehouden zijn. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee. Ik ga dat niet combineren met een andere job. Ik heb altijd samen met mijn man thuis geweest. Eigenlijk achter de schermen gewerkt, 19 jaar lang. Als zijn, zogezegd, medewerkster. En ik vind dat... voor één keer geeft de socialisten dan gelijk. Dat ik vind, 1 vrouw, 1 job. Ik vind het bijna onmogelijk om die job te combineren. Omdat ik vind dat het een quasi fulltime job is. Je moet toch ook rekenen dat je meestal moet werken op momenten dat andere mensen niet werken. En het moet allemaal combineerbaar blijven. Het moet realistisch zijn. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? De impact voor ons is eigenlijk zeer groot.
Zoals ik al gezegd heb, mijn man heeft 19 jaar in het Vlaams parlement gezien en is nu op zijn pensioen. Dus wij waren eigenlijk samen aan het uitbollen. Dus dat was onze gemeenteraadsverkiezing en was volop ingezet. Dan nu de federale en Vlaamse verkiezing. En wij waren eigenlijk aan het uitbollen om te zeggen van kijk, nu gaan we ons op pensioen, we gaan ons settelen en het is een keer op reis gaan en dit en dat. Waar dat nu mijn verkiezing eigenlijk volledig ja, een totaal andere richting uitgaat voor 6 jaar. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Dat is een mooie vraag, maar ik kan daar eigenlijk zeer moeilijk op antwoorden. In die zin dat zeer nog koffiedik kijken is welke commissies zij gaat hebben. Wat dat er eigenlijk voor je gaat komen. Wat er gaat komen. Dus ik denk dat je bij die vraag binnen 5 jaar mag herstellen en dat we dan de rekening gaan maken van wat ik ervan gemaakt heb of niet van gemaakt heb. Ik denk dat we dan afspraak maken om te zeggen van kijk, ik zal u vragen wat heeft u ervan gemaakt. Denk ik.